In de categorie TTM Jeugdsportstimuleringsprijsmeisjes 2019. Zij zet sportplezier met stip op 1. Lieke van Heerenbeek. Een nieuw talent dat er keihard voor gaat. Ize Kools. Ook solo neemt zij voor TRB de beker mee. Yara Mels. Van atlete tot wereldkampioen cross triathlon. Willemijn Fuiten. Als 12-jarige synchroonzwemster wint Lieke brons op het NK tot 13 jaar. 5 jaar later wint ze het NK junioren synchroonzwemmen. Ze heeft er hard voor getraind en obstakels moeten overwinnen. Vanuit de Tilburgse Watervrienden traint ze jonge kinderen. Sport voor een ieder, met de nadruk op plezier. Was getekend, Lieke. Ize is bijna 12 als ze in juni op het NK op het toestel vloer zilver haalt en op balk brons. Ze slaagt voor de instroomtest van de Oranje Jong Talent Selectie. Ze traint 31 uur per week. Om 6:30 de trein in, 's ochtends en 's middags trainen en tussendoor school. Haar ambities? Zichzelf continu verbeteren en deelnemen aan het EK, WK en de Olympische Spelen. Yara is 12 en wint het NK 400 meter wisselslag. Maar ze wordt ook eerste in het KNZB lange afstandsklassement. Ze traint 12 uur per week. Ze bewaakt de balans in haar leven, op tijd naar bed. Maar het galafeest van de topsportklas laat ze niet schieten. Met nog meer aandacht voor techniek gaat ze haar snelheid opvoeren en zich specialiseren in langere afstanden. Op naar het EK! ...500 meter zwemmen, 15 kilometer off-road mountainbiken en 5 kilometer off-road hardlopen. Willemijn, 17, is net nieuw in de triathlonsport als zij in Spanje wereldkampioen wordt. 11 maanden eerder kwam ze nog als laatste uit het water. Wat een versnelling, wat een prestatie! Het Brabantse RTC Triathlon vraagt haar in een fulltime trainingsprogramma te stappen. Top!